Kitchen Bar. Daar staat het boven, de Gordiaan Kitchen Bar. Oké, daar zijn we. Bij Joël en Lars. En de zoon Nick, daar zijn we. Ik zal ze even laten zien. Lars staat in de keuken, daar hebben we Joël. Achterin staat Nick. Nick kan heel goed muziek maken, heb ik ooit eens gehoord. Die kan ook een aardig potje koken. Hoor. En een aardig potje koken, ja. Zwaar wijntje. Rode wijn uit Italië, Sicilië. Ja. Oh ja, en dat is de rand, dat is knolselderij. Oh, oké. Wat heeft Nick voor ons meegenomen? In zijn rugzak heeft hij meegenomen. Hou op. Een dessert. Hij heeft het allemaal opgenoemd. Ja. Het ziet er voortreffelijk uit. Maar je bent het nu alweer vergeten. Ja, ja. Ieder van een croissant iets krokant. Ja, maar ja. Goed, we gaan het gewoon eten. Het ziet er heerlijk uit. Heerlijk dessert, maar niet extreem zoet. Nee, een mouleux uit de Bordeaux. Ja, heerlijk. Ja, van Kressman. Met toetje op. Ja, we hebben toetje op. Ja. Hebben we dat gefilmd eigenlijk? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Moeten we even een nieuw toetje vragen, anders kunnen we het niet filmen. Het is een mysterie. Het is een mysterie. Het was een verrassing. Maar het was heel lekker. Ja, het was heel lekker. Wijntje erbij was lekker. En nu nog een kopje koffie. Ja. En was het een beetje naar wens? Ja, zeker. Ja, hè? Ik heb het hier nog nooit niet naar wens gehad. Nee, dat is ook zo. Ja. Goedemorgen. Nou, we zijn nog even bij Allsafe geweest. Onno had zijn gimpen. Voor ongeluk. In de opslag gedaan. In de opslag gedaan. Nou, die heb je toch wel nodig. Als je korte broek aan hebt, dan kan je toch geen nette schoenen aandoen. Nee. Hij heeft nu zijn slippers aan. Want hij heeft door het gras gelopen en waarschijnlijk tegen het berenklauw aangelopen. Dat zijn die witte bloemetjes die hier allemaal langs de weg staan. Met name de steel waar je niet tegenaan moet lopen, dan krijg je heel veel blaasjes. En in mijn geval op mijn voeten, precies op de rand van de... Waar mijn gimpen komen, dus dat doen we maar even niet aan. Nou, nu gaan we vertrekken naar Denemarken. Ja, eerste stop Glückstadt. Het is 10:50, we rijden nu, we gaan hier de snelweg op bij Lelystad. En dan verder. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben overnacht op deze plek. Een parkeerplaats in Glückstadt. Ja, het is niet de gezelligste plek. Een beetje aan de rand van het winkelcentrum. Ja, maar prima, je mag hier staan. Ja, je mag hier overnachten. Ja. We gaan nu naar Torbenestine in Graasten. Ja, oké. Okay. We gaan Denemarken in. Ja. We zijn er klaar voor. Ja, waar gaan wij nog? Onze Saanse zwikkers ontmoeten. Oh ja, ja, ja. Niks buiten laten staan? Nee. Alles mee. Wij ook mee? Ja. Dat is nog het mooiste ervan. Ja, hè? Ja. Zitten we dan? Vlak voor de Deense grens. Wegen, nou, kijk maar verderop is het weer mooi weer hoor. Over 1 kilometer, dan gaan we de grens over. Ik weet niet of het bord erop stond. Nee, valt mee, hè? Maar we zijn in... Denemarken. We moeten nog 27 kilometer en dan zijn we bij de camperplaats. Nou, we zijn er bijna. Links omslaan, daarna bestemming bereikt. 28. Hier is het. Ja. Nou, mooie entree. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, we zijn net vertrokken van de camperplaats bij Stine en Torben. Stine en Torben en gaan nu op weg naar Zweden. Ja. Maar het is mooi weer. Het is warm. Dus dat. We gaan straks over de grote bruggen. Ja, dat laten we wel weer even zien. Ja. Zo, de eerste brug is in zicht volgens mij, Orno. Klopt, de eerste brug is in zicht, maar dat is nog niet de hele grote brug. Dit is van het eiland Fun. Naar het volgende eiland. Ik ben even niet op de hoogte welk eiland dat dan is. Zetten we wel even hieronder. Zetten we in de reacties. En abonneren is altijd leuk, hè? Vinden wij abonneren leuk. Vinden we altijd leuk. Dus, ja, duimpjes ook heel leuk. Ja, die vind ik heel erg mooi. Vooral die duimpjes omhoog. Dat vind ik de beste. En reacties, vragen. Ja, graag. Je mag alles vragen. Ja. Of op alles antwoord geven, weet ik niet. Dat is nog de... Ja, nou, ik geef altijd antwoord. Ik geef altijd antwoord. Oh, mooi uitzicht weer. Yep. Nou, het is wel een avontuur, toch, zo'n brug? Zeker. Ik dacht 19 kilometer of zo. Oké, dat zou kunnen. In het eilandje hier. Ja. Een mooi huis bij de vuurtoren. Twee huizen.
nou gaan we doen. Brug nummer 2. Brug? Nee, nummer 3. Nummer 3 alweer. Oh ja, maar nu gaan we halverwege rijden we in Zweden. Het spectaculaire uitzicht bekijken. Yep. Maar dat duurt nog heel even te kijken, want daar is die helemaal. Is de tunnel zeker? Dit is de lange tunnel, ja. Kijk, er is licht aan het einde van de tunnel. Ja, letterlijk en figuurlijk. Nou, want we rijden nu al onder het water. Ja. Zee, noem je dat de zee? Ja, nu niet. Hier is er iets eiland. Ja, oké. De brug moet ook weer ergens aansluiten. Dit is niet zo'n lange brug. Nee. Wel heel hoog. Welke serie speelt het hier af? Ja, ik weet het niet. De brug, ja. Ja. Inderdaad, midden op de brug is het voor meest tweede. Ja. Maar het is wel een stukje mooie architectuur. Ze doen ook aan windenergie. Zeg je? Ze doen ook aan windenergie. Ja. Nou, zijn we bijna in Zweden. Yep. Zeggen we hello Sweden, goodbye Denmark. Yep. Daar zijn we in Zweden. Yep. Hoe hoog zou deze brug zijn? Gaan we opzoeken. Of misschien weet iemand die naar de vlog kijkt. Ja, maar wij gaan het in ieder geval opzoeken. Ja, we gaan het opzoeken. Het zou mooi zijn als iemand eronder zit. Ja. Maar er varen een paar mooie bootjes onderdoor. Kleintjes, zeilbootjes. Ja. Vanaf deze kant zo van omhoog is het erg kleine bootjes. Oh, dit zijn de vorige keer toen we hier overheen reden richting Denemarken. Ja. Toen waaide het gewoon sowieso al. Ja. Want nu heb je er geen last van. Nee. Moest je echt het stuur met 6 handen vasthouden. Ja. Vooral maar als waren maar met z'n 2, dus we hadden maar 4 handen. Vooral als je achter zo'n pilaar voorbij kwam. Ja, die is nog breder dan de camper. Ja, nou dan zijn we er bijna, hè? Ja, maar dan hoeven we nog maar 3 kwartier, geloof ik. 38 kilometer. Camping Solheden. Hey dan, een toeristencamping in Skanør. Daar zijn we, Skanør. Ja. En dat ligt daar. En gaan nu op de fiets, gaan boodschappen doen. Lekkers halen, drinken, eten, weet ik veel, iets te snoepen. En dan gaan we weer terug naar de camping. Yesterday, there was sun and there was rain. Een auto, maar je kan nog halen. Easy, easy.
Goedemorgen. Goedemorgen. Op deze mooie zomerse dag. Oké, augustus. Onze trouwdag, al jaar? 39 jaar. Het is niet te geloven, het is omgevlogen. Maar we zijn nu richting Malmö weer. We hebben 3 dagen op de camping gestaan, een naturistencamping. Waar Lena ook was, die we vorig jaar in Spanje hebben ontmoet, op El Zorro. We gaan nu weer richting Denemarken. Ja, nou richting, we gaan naar Denemarken. We gaan naar Denemarken. Vooruit is een beetje... Smutsig. Dat moeten we even poetsen als we op de volgende camperplaats zijn. Het ziet er mooi uit. We gaan straks de brug weer over. Zonsbrug. Maar die hebben we op de heenweg ook al gefilmd. Dus. Zo, en waar gaan we? Vertrekken. We gaan vertrekken. Het is een hele mooie plek. Grote plek. €13. Ja, ook nog. Kan je via PayPal betalen. Even kijken welke zal ik nemen, deze. Oh. Ik denk niet dat je het in één keer... Red? Ja, ik denk het wel. Oeh, kijk eens wat een mooie... Oprijlaan. Oprijlaan of... Afrijlaan. Laan door het bos. Een hele rustige plek hier. Maar we moeten wel even de route aanzetten, want anders... Oh ja, ga ik doen. Dit is wel even een mooi stukje langs het water. Kijk, hier kan je hier... Misschien kan je hier ook wel overnachten, maar in ieder geval overdag staan. Maar ik heb niet het idee dat het water erg warm is. Het is wel een mooie kleur. Nou, we zijn er bijna. Hè? Het is een soort pintrip. Ja, Frans Passion. Ja, dus waar je eigenlijk bij particulieren mag staan. Bij de mensen thuis, hè? Ja, bij de meesten hebben wel een bedrijfje of een wijn. Winkeltje. Of, ja, een klein winkeltje. Dus daar mag je, daar moet je niet gebruik van maken. Nee. Daar mag je ook gebruik van maken. Dus we gaan eens kijken wat dat is. En je mag er maar 24 uur staan. Dus ik mag niet zeggen, nou hé, ik blijf de hele week. Een gebruik of eigenlijk een ongeschreven regel is dat je ook even gedag zegt. En ja. Dat je even kennis maakt. Maar ja, dat maakt het juist zo leuk. Hey. Zijn we aan het doen? Nou, wat drinken. Als er iemand komt, wordt het. Ja, maar... zal toch wel. We hebben ook geduld, toch? Oh ja, we hebben alle tijd. Hè. We zijn net even daar geweest. Vlakbij de haven eigenlijk. We hebben mooie foto's gemaakt. En nu even wat drinken. Als er iemand komt, vooralsnog ziet dat er niet naar uit. En in, je weet, ik heb geduld als een... Slak. Ja, ik heb heel kort geduld. In dit geval. Want als ik nou ook nog iemand zag, dan dacht ik nu wel... Nou, de lunch is net denk ik klaar. Zo, Onno, wat vind je van het biertje wat je hebt? Uilenzeik. En een colaatje. Cola Zero is Cola Zero. Ja. Het smaakt overal hetzelfde. En ik had in de Superbruxen, supermarkt, had ik Dansk Gult gekocht. En die was lekker. Ja. Die is lekker. Die is lekkerder dan de Tuborg. Maar goed, we zijn hier niet om het bier te beoordelen. Er zullen heel veel mensen vinden, die vinden het wel lekker. Maar goed, het is lekker tegen de dorst. We zijn een fietstochtje aan het maken. Ja, we gaan zo weer verder naar dit uilenzeikje en Cola Zero'tje. Ja, het is druk met verkeer hier. Ja, en dan gaan we weer terug naar de camperplaats. Ja. Want dat was ook erg gezellig, leuk. Ja, kunnen we nog even in het winkel. Ik wil nog even in het winkeltje. Kunnen we de winkel nog even in? Misschien een lekker kaasje kopen. Vrijwillig verplicht iets kopen. Lekker kaasje. Kaas. Nee, zonder die R. Zonder de kaas. Kaas. En ik zag ook dat er wijnranken stonden. Dus misschien hebben ze ook een mooi wijntje. Ja, gaan we dat even bekijken. Ja, maar dan gaan we even andersom fietsen. Of andersom fietsen. Maar. Niet achteruit fietsen. Nee. Maar even de andere wegnemen. Ja, oké. Doen we. Nou, dit is even ander weer. Het is ook meteen een stuk frisser. 17 graden. Ja, we gaan ervan uit dat het wel weer beter wordt. We gaan vandaag naar een andere plek uit de pintrip. Dat is in het zuiden. Vlakbij de brug. Vlakbij de brug. De brug van Zeeland naar Fun. Maar het is inderdaad regenachtig weer. Nou, misschien klaart het nog even op. We zullen het zien. Nou, en dan is het toch nog mooi weer geworden. We zijn bijna bij de volgende bestemming van Pintrip. We hebben onderweg even water gevuld, water geloosd. En toen we vertrokken vanochtend regende het eigenlijk koud. En nu blue blue sky met een paar wolkjes. Oké, ja, je ziet. Maar het is niet helemaal blauw, dat is zonder meer. Nou, goedemorgen. Allemaal. Goedemorgen, het is al middag. Oh gaat... ja, we hebben al geluncht, ik ben helemaal vergeten. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, we hebben hier op een geweldige plek gestaan. Nou. Echt. Ja, echt heel mooi. Ja. Ja, echt heel mooi. Daar staat nog een klein, heel klein mini-caravannetje. Van de lokale politieke partij. We gaan... Is te koop trouwens. Oh, oké. We moeten daar eruit en dan gaan we naar de volgende. Ja, in Barde, naar Edwina en Martijn. Ja, onder andere. En dan gaan we 2 nachtjes staan. Ja.
waar zijn we? Nou ja, zeg het maar. Oh, nou is een goeie. Minicamping met een moeilijke naam. Een moeilijke naam. Steelbjerg. Ah ja. Zo moeilijk is dat niet. Nee. Dat is. Oh, hier kan je met je camper, caravan en tent, mag je hier staan. En aan de andere kant hiervan is de 6 appartementjes. 5, 6 appartementen, ja, zijn hier. Die je kan huren. Ja. Gasten verblijven. Dus we gaan het even laten zien. En hoe heten de eigenaren? Raymond en Hester. Doe maar Esther, ja. Oh, Esther. Zonder de H. Nee, met H. Oh, Hester toch? Nee, Esther. Nou, hier moet je je melden. Kan je zelf inchecken. Kan betalen met PayPal, Tiki en ja, cash. Envelopje. Ja. De Pengakas. En de Deense vlag is altijd traditioneel ontvangstfeest. En dan hangen de Denen de vlag uit. Gaat u voor, mevrouw Schrikker? Dit zijn de appartementjes. En dat zijn hier, Duitse gasten. Ja, hier kan je je fiets neerzetten. Fietsen zetten, vuilnis kan je hier kwijt. Ja, dan kan je zelf zitten. Klein biepje. En er was hier om het hoekje de receptie. Daar zijn we eigenlijk ook nog niet geweest, Ineke. Oh, die is nu dicht. Tussen 4 en 7. Hier is de receptie. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het nog morgen? Ja, het is nog morgen. Ja, het is nog morgen. Nou, we zijn weer vertrokken bij minicamping. We zijn bij de Lidl geweest, boodschappen gedaan. Minicamping, Steelberg. Ook een B&B is erbij of een gastenverblijf, ja. Appartementen. Ja. Hele mooie plek. En nu gaan we terug naar het eiland. Fun. Dus we gaan weer over de brug en dan gaan we daar ook weer naar een plek van Pintrip. Bij een wijngaard. Oeh. En een golfresort, maar dat is Japanse golf met een grote bal. Maar dat gaan we allemaal laten zien. Dus dat gaan we doen? We gaan op Pintrip tour, maar we moeten even naar een camping, want je wil een wasje doen, hè? Ja, moet wel weer gewassen worden, ja.